Ja, een 0-0. De twee aanvoerders stonden hier net. Die hadden letterlijk één zin over deze wedstrijd te zeggen. Heb jij meer te vertellen? Ja, ik heb wel meer te vertellen. Ik vind... wij willen proberen het verschil te maken door middel van voetbal op de helft van de tegenstander. En soms werden we daarvoor uitgenodigd. Ja, dan is het onder deze omstandigheden op dit veld is dat erg moeilijk. We waren hier in mei, was een prachtige mat. Ik geloof dat er hier vanaf de zomer is er een bacterie ingekomen. Dat heeft het veld wel een tik op zijn donder gegeven. Ja, nu is het begin lente. Ja, dan is dat veld niet goed om in de snelle combinaties te spelen. Desondanks moet ik zeggen dat er ook regelmatig de uitvoering ondermaats was. Maar ik heb daarin wel meer te vertellen, vind ik. We hebben het wel getracht in ieder geval. Nou ja, vooral misschien in die tweede helft. Toen begonnen jullie op een gegeven moment te drukken. Als dan een van die schoten erin vliegt, ja, dan kan het zomaar een andere wedstrijd worden natuurlijk. Ja, dat is wel zo. Begon een slecht tweede helft. Goede voorzet. Waar Pauw goed kopt, die pakmarkt. Dat was eigenlijk wel een van de grootste kansen. Die kan er ook in gaan, want het is wel Pauw zijn werk. Ze hebben nog een bal gehad in de 16 viel. Die werd geblokt. En ze kwamen nog misschien een keer goed door dat de bal niet goed terug wordt getrokken. Wij hebben een hele grote kans gehad met Esaias. Het schot van Monster die Valk goed pakt. En ik moet ook zeggen dat Esaias nog 2-3 keer wel gevaarlijk was. Maar om nou te zeggen dat het vreselijk grote kansen waren, nee. Alleen de kans die Valk met zijn linkervoet pakte. En we hadden het voorafgaand aan deze wedstrijd al even over het feit dat jullie 3 keer op rij de 0 houden. Vandaag weer. Nou, dat is een record in de tweede divisie. Jullie zijn de enige tweede divisieploeg die 4 wedstrijden achter elkaar de 0 houden. Je knikte bij die wist je al. Ja, maar we hadden zelf gezegd 3-0, 2-0, 1-0. Dan zal het vandaag wel 0-0 worden. En dat is helaas uitgekomen. We wilden eigenlijk nog iets forceren op het laatst om hetzelfde systeem te gaan spelen wat we hier vorig jaar ook speelden. Toen bogen we de wedstrijd om. Ja, op een gegeven moment kregen we de overhand. En toen hebben we het laten staan. Toen kregen we ook mogelijkheden. En hadden we wat meer balbezit. En toen hoopten zij op de omschakeling ons nog pijn te kunnen doen. Ja, toen hebben we het zo gelaten. En ja, dan is 0-0. Ik weet niet wat de volgende stand gaat worden nu tegen de Dijk. Maar 4-0 is knap. Maar ik had liever gewonnen hier vandaag met een tegengoal. Ja, of we hadden ook liever misschien wel een 4-4 gezien. Ja, de vorige keer was het hier natuurlijk tegen Linde 4-4. Ik begrijp ook wel, ik had zelf ook het gevoel... Je wil soms iets sprankelends, dan wil je heersen. Je wil dat mensen erover praten vanuit beide kanten. Ja, dan moet ik zeggen dat we daar een beetje in gebreken zijn gebleven. En ik vroeg ook in de rust, waar ligt het aan? Nou, veld is zeker 1 voor de uitvoering van het spel. Maar ook af en toe de uitvoering gewoon op het moment dat we balbezit hadden. Vond ik er vrij veel balverlies. Ja, en dan is het gewoon, dan wordt het stroef. En dan kan het een beetje opgeleukt worden, voordat dat een goed woord is. Met een goal. En dat ontbrak eraan. Dus ik heb zelf wel een beetje hetzelfde gevoel. Ondanks dat we soms best wel redelijk gevoetbald hebben. Je krijgt waarschijnlijk wel eens beelden terug natuurlijk. Met je jongens. Ga je hiervan überhaupt wel terugkijken? Ja, ik analyseer alles. 2 wedstrijden van de tegenpartij. En dan onze eigen wedstrijd. Dus daar begin ik vanavond weer mee. En daar komen best weer dingen in die we goed gedaan hebben. Er zullen zeker dingen in komen die we beter hadden kunnen doen of moeten doen. Ja, en dat neem je dan toch weer mee. En dat neem je mee naar de eerstvolgende wedstrijd. En dat is de Dijk en dat is kunstgras. Ja, dan scheelt een hoop hobbels minder. Maar ik hoop dat we dan ook beter in de uitvoering zijn. Dus vanavond beginnen met analyseren. Zullen ze thuis blij mee zijn? Want je zal snel klaar zijn. Ja, ik maak weinig vrienden de laatste tijd. Ik begin dadelijk al in de bus een beetje. En inderdaad thuis, ja goed. Dat hoort er nou eenmaal bij als je het goed wil doen, vind ik. En zo zit ik in elkaar. Dus zo gaan we het doen ook.